I'm a true champion. Dus welkom allemaal bij deze video. Vandaag gaan wij zoeken naar de Puzzle of Ivan. Ik heb gezegd dat ik dat zou doen op camera. Ik ben van vandaag veranderd en ik ga het ook op camera doen. Ik ga eerst een paar zaken maken. En dat zijn de volgende zaken. Of maken, ik kan ze niet maken. Ik moet ze bouwen bij de... Op deze. Dat zullen we vandaag moeten doen met de C-truck. Maar. Ik heb een Snowfox nodig. Magnetite. Ja, daar heb ik al niet. Godverdomme. Daar gaan we allemaal komen. Batterij moet ik meenemen. Hop. Titanium lubricant. Dat is allemaal magnetite checken. Tot zo. One eternity later. Magnetite check. Wat is het volgende? Nu is het de docking ding daarvoor. Hoe maak ik dat ding? Dat weet ik niet. Nou, alles rustig doorzoeken tot ik hem tegenkom. Die neem ik ook mee. Spy pangling. Ik wil ergens onder zo. Ondergronds kunnen we die dingen te zien. Where the fuck is dat ding? Ah, hier. Twee titanium en een wiring kit. Oké, dat is te doen. Hop, dan zijn we klaar. Dan ga ik nu naar daar. Kut. Nu ga ik naar het... Naar daar. Ik was bijna dood. Ik had dat stuk eruit gelaten, waarom? Omdat dat fucking gênant is, ik ben aan dood was. Ik bedoel, ik was gewoon rustig jail station zoeken voor dat ding toch grap te bouwen. En eens komt daar een... Oh, ik heb de aerojail nog niet gebouwd. En eens komt daar fucking Squid Shark. Hop, 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 hop. En ik had nog maar net genoeg HP, hè, maar kijk. Eén... En ja, nu ben ik stervende omdat ik geen drank heb. Ja, dat ik moest sowieso nog bouwen. En Radus. Ze hebben de werking van Lantern Fruit veranderd. Vroeger kreeg je 15 food en iets van 4 H2O water. Nu niks meer. Wat bullshit. We moeten op dit ding nog. Ja. Dit ding vertrouwen. Maar dat loopt bij Dolcean. Ik was heel even weg. Ik denk dat ik wel alles nog heb. Maar nu het. Oftewel van een video: de Frozen Leviathan en een Snowfox. Yay! Ah, ik heb die ook nog maar laten liggen. Well, fuck that, ik neem die schoon mee. Ik wist gewoon weer eens op een afstand zwemmen. Ook nog van beneden huis pakketje of zo. Het is iets over het leven van tijd. Maar ik zie jullie daar. Ben er al bijna. Ik ben gewoon recht op die dingen afgegaan, maar ik moet hier wel een beetje draaien. Dus ik ga natuurlijk mijn bocht nemen naar hier. The entrance of the ice landscape.
Deze laten we maar hier. Nu moet ik dus dit ding hebben. Hoppa, maak dat ding maar eens af. Dan kunnen we naar de wal gaan. Normaal gezien, ik weet de weg al ongeveer. Dus ja. Even wachten tot dit ding gebouwd is. Oh, leuk. Zo, Snuffbox is ready. Dan gaan we even verwarmen en dan gaan we zoeken naar de Frozen Leviathan. Ik weet hem ongeveer zijn. En zodra we die hebben gevonden, dan is de video gedaan. Dus wat kort mogelijk deze video. Let's go. Yep. Ik denk het gevonden te hebben. Gaan we zien. Dan moet ik de juiste richting uit. Ja, hoe? Wat is dit? Oh, dit is gek. Nu, ik denk dat het iets gedoorlopen is. Ik weet het niet. Mogel. Wow. Shit. Shit, ja. Ik ben naast. All right. This was Sam's necklace. She never took it off. My invest. It appears that your sister's death was accompanied by significant destruction. Doesn't make any sense. She would never destroy a base. Well, baselessly. Are your feelings confused? I'm detecting more than one. I don't know. I feel disillusioned, worried. I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. Your mind goes easily to food. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. But what? I just get back on your arm. Nope. Alright. Dat is kloten. Wel, ik ga eens verder zoeken. De volgende is nog een etage. Koppig. Gaat. De lift doet het gelukkig, hoor. Ik
was een opening op daar, die is verdwenen. Oh my god. Dit was een blazer. We found this. So shit, die is groot. Raar. En hoe kom ik aan zo'n in fact een potje of zo weer daarmee? Ja, blablabla. Ik moet zo'n sample ding hebben. Waar zou vind ik die dingen? Een container om erin te steken. Ah, niet nu, ja. Niks meer beter te wel. Nope. Dan speel je ook nog kraan. Maar ik kan dat ding niet activeren omdat er geen container in zit. Ja, is injectable container te function. Ja, maar dat heb ik toch niet. Jawel. Is dat ding hier toevallig ergens, want zonder ben ik niet wel. Zonder dat ding kan ik er niks. Het is nu eens mijn vraag, waar de fuck is als container ding? Mag ik even zoeken. Ik denk dat hier nog ergens licht. Oh, wie weet. Ja, altijd zijn dat dingen blijft, maar. Oh, lava daar. Waar is niet loeiende dingen? Waar is dat zon? Waar? Ik vind dit maar heel raar. Hoe was hier de ingang? Ja, ik weet waar ik naartoe moet. Er is bij dat robotica centrum een kleine gang. En daar wordt die spy pangling meegenomen. Dat kan makkelijker gewoon raken. En zoals
in de kerk. En... Verdomme. Wat moet ik nu zijn? En daar zullen mensen in dat ding moeten steken. De deur zijn te open. Dus we gaan nu naar het Fire Robotics Center. Ik vind het raar dat hier zo hard een bom is. Dat wist ik zelfs niet. Ik heb het nooit geweten. Vroeger was het een open plek. En daar zou nooit moeten zijn. Ja, dat is nog een bed. Emergency. Starvation imminent. Shit. Seek calorie intake immediately. Misschien hier. Aha! Yes, nutrient block. Dat had ik nodig. Medkit. Nice. Oké. Ik moet er nog niet mee komen, want anders dan ik dood. Nou, wel ver van de basis. Een Fire Robotics Lab. Dan moet ik terugkomen. Dus dat is wat ik ga doen. Naar Robotics Lab. Ik probeer een beetje mijn pop met scan, dus ja. Kijk, ik constant verdwaald. Maar daar is het dus. Maar dat is een snowstalker. Muziek sinds wel. Hallo. Hier is het en oh my god, die klootzak is nog ongeboren. Kom dan, pussy, kan ik weglopen. Dan loop ik al weg. Zijn ze met mijn ding al kwijt? Nee! Kom op, go, 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 go. Oh my god, hier is er nog een. Fucking bomben. Wat denk ik? Ja. Nee! Hond! Ja, van me af! Ik neem wel een pop. Ah, shit. Ik neem die medkit opnemen. Ik heb al mijn gekild. Good beast. Sterf. Oh my god, dat was wel verschrikkelijk. Nog een korte wat je ging zijn, hoor, maar. Shit, ja. Oh ja, goed zo. Oh, fuck off. Nope. Box, no fucks.
Echt daar, nou, ik snap het verder. Nu moet ik terug naar die ingang. Can we go inside? I've already got it, but this is where you'll find it, next to the glacial basin map. Also find the snow fox. Jump off. And this is what you're looking for. Eindelijk gevonden. Met drop. Maar ze is hier daar. Sam must have stashed this here. Nou, ze merkt net dat. She's gonna use this antibacterial agent to neutralize the bacterium. Nu gaan we terug naar dat andere ding. One eternity later. Oké, dus we hebben alles. Nu kunnen we hier komen kijken voor dat ding weer. Dus nu kunnen we die daarin inserten, postiel pakken en dan de afbollen. Dammit. Yep. Het duurt wel lang. Ik hoop dat wachten en dat ik er eventjes van krijg. Ja. Nu gaan we die inserten. We zien wat het doet. Eigenlijk weet wel wat dat dan doet. Yo! Nu hoop ik dat we het niet voor niks hebben. Mooi gedaan. Was effective. Without it, the bacteria
doing this one last thing for Sam. I feel like I got some closure. My people do not experience endings as you do. Do humans feel joy in realizing that you've reached the end of something? Sometimes. Closure is a sense of resolution, like knowing that even though it still hurts, it'll be okay. I did what I came to do. I found out what really happened to her, and I got to finish her work. I learned a little bit more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I'd told her that more. Sam always wanted to make a difference. She wanted the bacteria contained to keep everyone safe. I'm grateful to give her that. I just wish I could have said goodbye. Nou, ik denk dat ik dat nog maar één ding opzet om dat we moeten doen. Nu wat van ding nog. Ik denk dat het laatste wat ik nu nog moet doen is de architect maken en dan verder doen dan mee. En een paar base dingen opzetten. Maar daar wil ik jullie bedanken en tot de volgende keer.